Dames en heren, jullie weten wat voor tijd het is. Het is tijd voor Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Ja, mensen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Klaas Schaak. Waarin ik een verhaal of een sprookje vertel op mijn manier. Vandaag gaan we het verhaal vertellen van Sneeuwwitje. Er waren eens een koning en een koningin. En ze wilden heel graag Chandra's. De koningin zat er vaak aan te denken. Op een winterdag was het zulk lekker weer dat ze bij het raam had zitten borduren. Plotseling prikte ze met de naald in haar vinger en er vielen 3 druppels bloed in het sneeuw. De koningin zuchtte. Oh, als ik toch maar een chandra kreeg met lippen zo rood als dit bloed. Een huid zo wit als sneeuw. En haar zo zwart als ebbenhout. Enkele maanden later werd de geboorte gevierd van een kleine cheeky prinses. Ze had lippen zo rood als bloed. Een huid zo wit als sneeuw. En haar zo zwart als ebbenhout. Ze werd Sneeuwwitje genoemd. Helaas stierf de koningin korte tijd later en de koning hertrouwde met een vrouw die alleen maar aan dacht dat ze de allermooiste wilde zijn. Ze bezat een wonderspiegel waaraan ze elke keer vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land? Oeh, koningin, gij zij de schoonste in het land. Maar op een dag zei de spiegel: oeh, koningin, de schoonste hier zijt gij. Maar Sneeuwwitje is 1000 maal schoner dan gij. De koningin schreeuwde van jealousy en zei tegen een jager: neem Sneeuwwitje mee naar het bos en vermoord haar. En breng mij haar hart als bewijs. Toen de jager zijn mes tevoorschijn haalde, smeekte Sneeuwwitje hem haar in leven te laten. Hij was zo ontroerd door zoveel onschuld en schoonheid dat hij medelijden met haar kreeg. En de koningin het hart van een hert gaf. Sneeuwwitje vluchtte het bos in. Ze rende lange tijd voort en zag tenslotte een kleine osseltje. Ze ging naar binnen en zag de tafel was gedekt. Er stonden 7 kleine bordjes en 7 bekertjes. En ze at een hapje van elk bordje en dronk een druppel van elke 7... Oh, wat heet. En ze at een hapje van elk bordje en dronk een druppel uit elk van de 7 bekertjes. Toen ging ze slippen in een van de grootste 7 bedjes. In dit huis woonden dwergen. En toen ze van het werk thuis kwamen, merkten ze dat er iemand in hun ossel binnen was. Hey! Iemand heeft op mijn stoeltje gezeten als ze hebben, man, zei de eerste. Hey! Iemand heeft op mijn bordje gegeten als ze hebben, zei de tweede. Oh, wacht. Hey, iemand heeft in mijn bekertje gedronken, is bij, zei de derde. Toen ze Sneeuwwitje in een van de 7 bedjes ontdekte, vond ze haar zo mooi dat ze haar niet wakker durfde te maken. De volgende morgen vertelde Sneeuwwitje haar verhaal aan de 7 dwergen. Die haar zeiden dat ze bij hen mocht blijven. De dwergen gingen naar hun werk en zeiden tegen haar dat ze voor niemand de deur moest openmaken. In haar kasteel bleef de boze koningin in haar toverspiegel vragen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van dit land? O koningin, de schoonste hier, zijt gij. Maar Sneeuwwitje over de bergen bij de 7 dwergen is nog 1000 maal schoner dan gij. Toen verkleedde de koningin zich als een lelijke oude vrouwheks en vertrok naar het bos. Waar ze zonder moeite het huisje van de 7 dwergen vond. Daar klopte ze op het luik en gaf Sneeuwwitje de mooiste appel van het land. Sneeuwwitje nam een hap van de appel en viel dood neer. Bij hun terugkomst vonden de 7 dwergen Sneeuwwitje lang uit op de grond. Ze probeerden haar weer tot leven te wekken, maar ze was echt dood. Omdat ze zo mooi was, maakten de dwergen een mooie glazen kist voor haar, zodat ze haar altijd konden bewonderen. En zette deze kist in het bos, waar ze elke dag om haar gingen huilen.
Er gingen dagen voorbij, weken en maanden. Sneeuwwitje was nog steeds even mooi. Een prins die daar langskwam was zo ontroerd door zoveel schoonheid dat hij de dwergen smeekte om haar te mogen meenemen naar zijn kasteel. Zijn dienaren namen de kist op hun schouders, totdat een van hen struikelde en schoot zo'n stuk vergiftigde appel uit de keel van Sneeuwwitje. Ze opende haar ogen en de prins vroeg haar gelijk te huwelijk. Hij nam haar mee naar zijn kasteel, waar hij een schitterende feestmaal gaf voor hun bruiloft. En ze leefden nog lang en gelukkig. Het was toch een kus? Nee, ik weet het niet. Maar ja, het zal wel. Eind goed, al goed, toch? Tjallas. Dames en heren, dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En like, deel, share. En heb jij een leuk verhaal? Je weet het toch, zet die ding. Ja, nu ja, leuk verhaal. Heb je een leuk sprookje of iets? Als je denkt van, hey, Sjaak, ik doe die verhaal op jouw stijl deze. Dan zet die ding in de comment. En wie weet kies ik van een van jullie verhaaltjes uit. En dan gaan we er eigenlijk twist aan geven, toch? Much love, bedankt voor het kijken. Shalom!